мною принято решение о проведении специальной военной операции. Op 24 februari 2022 begon de Russische invasie van Oekraïne. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Een invasie die direct internationaal breed veroordeeld wordt. We cannot and will not just look away. Maar door Poetin zelf wordt gezien als een speciale militaire operatie en het zelfs een vredesmissie noemt. I repeat my appeal from last night to President Putin. Stop the military operation. Bring the troops back to Russia. De oorlog in Oekraïne resulteerde in een vloedgolf aan mediaberichtgeving en artikelen. Sommigen bevestigden elkaar, anderen spraken elkaar tegen. Pro-Russia social media accounts are using false claims about so-called crisis actors to try to get people to doubt the credibility of important, accurate media reporting on what's going on in Ukraine. Maar wat nou precies in Rusland en Oekraïne gebeurde, was vaak moeilijk te achterhalen en of te bevestigen. Дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Waar feiten plaatsmaken voor propaganda en waar het levensgevaarlijk kan zijn om je uit te spreken, zijn onafhankelijke journalisten onmisbaar. Journalisten die de feiten kennen, duiding geven aan ontwikkelingen en het kaf van het koren kunnen scheiden. Ja, de meeste Russen die zeggen hier toch echt, wij willen geen oorlog. Het is ужасно. Ну, я не нет слов. Это ужасно, это кошмар, это стыд, это страх, это, ну, это все. Rusland-correspondent Iris de Graaf is zo'n journalist. Dan zegt Rusland dat Oekraïne zijn eigen burgers aanvalt en dat het Westen liegt. Een compleet ander beeld dus dan wat wij te zien en te horen krijgen. Voor de NOS doet zij verslag over en vanuit een land dat als agressor betrokken is in een verwoestende oorlog in Europa. Een oorlog die we tot voor kort onmogelijk hadden gehouden. Met haar kennis van zaken, nieuwsgierigheid en kritische benadering brengt zij scherpe berichtgeving met heldere analyses en met aandacht voor de mensen. En dus is toch gebeurd waar we allemaal maanden eigenlijk onze adem voor inhielden. Militaire operatie volgens Poetin, een oorlog volgens de wereld. Iris de Graaf, rugalumnus van het jaar 2022.